De overheid zal een fikse investering doen in de agrarische sector. Dit maakte minister Pralaat Suyudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij vandaag bekend tijdens een platformdialoog tussen de Suriname Agriculture Market Access Project en de overheid. Suyudin zegt dat het project waarin de overheid zal investeren zeker 15 miljoen euro zal kosten. De bedoeling is dat er instituten worden opgericht om de sector te versterken. Ik hoop natuurlijk voor die exporten, maar er kan per se transport gaan, waardoor de transportkosten lager worden. Je kunt beter controleren, maar je kunt de boeren ook een betere flexibiliteit. Het zijn allemaal zaken welke wij voor de overheid allemaal helpen realiseren. En het belangrijke gegeven, wie wordt de eigenaar van zo'n faciliteit? Ik heb een besluit aangenomen, dat worden de boeren. De boeren zullen uiteindelijk, dat moet een detail worden uitgebreid, de eigenaar worden. Omdat wij een aantal van die middelmens moeten uitschakelen. Wij willen wij de boeren bestaan garanderen. Alleen is het gaan. De boeren zien daar aan het bestaan. De consument moet te veel betalen. Wat is nu overschakelen aan andere plekken? Dat is de plek aan de landen. Dus wij hebben daar een belangrijke rol te vervullen. Suyudin zegt dat Surinaamse producenten op hem mogen rekenen. Hij benadrukt dat het geen kleine bedragen zijn welke geïnvesteerd zullen worden en de investeringen daarom duurzaam moeten zijn. Erik Sabayos, Chief Technical Advisor van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, zegt dat er samen gewerkt moet worden om de agrarische sector te ontwikkelen. We hope that this little effort in terms of resources will drive the sector to mobilize more and more resources from the public and the private sector. In 5 years' time, when I will be visiting the country as a tourist, I will be happy to see that Suriname is positioned in the world market with good quality cassava, excellent quality fruits and vegetables, and that will be the result of your. So without further questions, I would like to thank you all again for your commitment and support. And I wish that this dialogue is the beginning to more important, relevant and bigger results. Sabayos zegt dat de bedoeling van de conferentie is dat verschillende platformen binnen de agrarische sector hun kunnen tonen en delen wat zij tot nu toe hebben bereikt. De adviseur merkt op dat aan de hand van de huidige ontwikkelingen binnen de agrarische sector er grote verrichtingen bewerkstelligd zullen worden.